Misschien heb je wel eens gehoord van bronies. De mannelijke volwassene fans van de animatieserie My Little Pony. Thema's als vriendschap en toewijding komen veelvoudig voor in deze serie. Maar deze schattige droomwereld voor ponies, hoe valt dat in godsnaam te linken aan een moordzaak, hoor ik je denken? De 19-jarige Brandon Hall was zo'n superfan, maar zo schattig als zijn slaapkamer gedecoreerd is, zo duister zijn zijn gedachten. En precies deze gedachte wekt Brandon tot leven. Van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. Vandaag heb ik een heftige zaak voor jullie, wat een link heeft met My Little Pony. Het is misschien een mini-linkje, maar wat dat allemaal betekent, dat horen jullie later. Deze video bevat namelijk een betaalde samenwerking met Surfshark. Surfshark, allereerst ontzettend bedankt voor deze samenwerking, want zonder dit soort reclamemomenten kan ik dit niet blijven doen. Surfshark is een VPN-dienst, maar met een VPN kun je je eigen IP-adres maskeren met een ander. Een IP-adres uit een ander land bijvoorbeeld. Met twee klikken is het geregeld en zo blijft je privacy beschermd. Door gebruik te maken van een VPN zoals Surfshark kun je op een veilige manier het internet op, maar je hebt ook toegang tot content van over de hele wereld. Ik heb bijvoorbeeld een site ontdekt, het heet Tubi. En Tubi, hè, daar kan ik dus horrorfilms op kijken die ik nog niet heb gezien. Die zijn in Nederland niet beschikbaar. Wat nou zo fijn is, met Surfshark VPN geef ik aan dat ik een IP-adres wil uit de Verenigde Staten en hoppakee. Alles is beschikbaar en al die super toffe horrorfilms, die kan ik lekker kijken. En ik vind het fantastisch. Voor degenen die hun online veiligheid echt naar een hoger niveau willen tillen, is er Surfshark One. Dat is een extra dienst die jou voorziet van een antivirus, zodat je computer beschermd is tegen allerlei virussen. Maar dit pakket bevat ook Surfshark Search. Wat je dus niet doorhebt, is dat als jij bijvoorbeeld Google gebruikt of een andere zoekmachine en je zoekt iets op, dat daar niet de beste resultaten uitkomen voor jouw zoekopdracht. Het is meer gebaseerd op jou persoonlijk, want deze zoekmachines zijn erin getraind. Een bepaald algoritme houdt bij wat voor soort dingen jij opzoekt en laat dus zien waarvan zij denken dat het meest relevant voor jou is. Maar dat betekent dat je ook niet de beste zoekresultaten krijgt. Je wil natuurlijk vinden waar je naar zoekt. Laatst had ik dit dus met een bepaald soort rolletje tape. Ik zocht iets en ik bleef maar oude producten die ik voorheen had opgezocht. Die kreeg ik als zoekresultaten voor mijn neus, terwijl dat niet de juiste rol tape was die ik nodig had. Surfshark Search is ideaal om dat te kunnen omzeilen. Surfshark is een van de voordeligste aanbieders van een VPN. Want wat nou een heel groot voordeel is, is dat als je een abonnement hebt, dat zoveel apparaten als je zelf wil op dat account actief kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd in Surfshark? Klik dan op de link hieronder in de beschrijving. Je ziet hem ook in beeld. En met mijn kortingscode krijg je 3 maanden gratis Surfshark. De kortingscode is onder die in hoofdletters. Zorg ervoor dat je die kans pakt en ga vanaf nu veilig het internet op. Surfshark, ontzettend bedankt voor deze samenwerking. Dankzij dit soort reclamemomenten kan ik dit ook voor jullie blijven doen. Dan is het tijd voor de shoutout van deze week. Plaats hieronder in de reacties iets over de zaak of een vraag, het kan van alles zijn. Onder de hashtag #sonnedy, dan weet ik dat je genoemd mag worden. Deze week is de shoutout voor CAO-mietje XX. Geen idee. Hey Onnedy, ik ben een meisje dat vaak lang moet zoeken op YouTube naar een video die ik kan volgen. Ik ben namelijk doof en heb dus veel moeite met video's. Maar door jouw goede en duidelijke mimiek kan ik alles goed volgen. Ik wil je bewust bedanken dat je het ook voor ons onbewust een stuk makkelijker maakt om video's te kunnen volgen. Nou, dankjewel. Ontzettend lief. Heel waardevol om dit te horen. Ik zal mijn best blijven doen. Ja jongens, ik heb even een aankondiging. Het kan misschien wel even duren namelijk voordat je shout-out hier in de video terechtkomt. Waarom? Ik ga er een keertje 2 weken tussenuit. Achter elkaar dus. Dat betekent dat er volgende week geen video en geen podcastaflevering verschijnt. En die week daarop ook niet. De 31ste van mei en de 7e van juni ben ik weg. Foetsie op vakantie. En dan denk je, Dionne, voorheen werkt hij toch altijd vooruit? Ja, klopt. Maar het is zoveel werk. Ik wil nu gewoon echt even 3 weken tot een maandje rust. Zodat ik met een frisse blik weer aan het werk kan. Ik maak al 10 jaar YouTube-video's en ik heb in die periode altijd heel veel stress gehad voordat ik op vakantie ging. Dat vooruitwerken, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Je werkt je zo erg uit de naad om op vakantie te kunnen dat ik op vakantie al eigenlijk helemaal uitgeput ben. En dit is de eerste keer dat ik dat ga doen. Ik vind het spannend, maar ik hoop dat jullie het begrijpen dat ik geen machine ben. In mijn geval moet het anders om de kwaliteit ook hoog te kunnen houden. En als ik terugkom heb ik waarschijnlijk ook veel meer ruimte om weer wat dingen te kunnen verbeteren in de serie. Dat ik met nieuwe ideeën aan de slag kan. Ik ga er even tussenuit jongens. Ik hoop dat jullie het mij gunnen.
De zaak over Brandon Hall, de Brony Killer, heb ik ook verteld in mijn podcast genaamd Moordkast. Dat doe ik samen met mijn broer. Bepaalde details moet ik hier op YouTube nou helemaal weglaten. YouTube is de laatste tijd best wel streng tegen mij. En veel van mijn video's worden gelyncht. In die zin dat ze gemarkeerd worden als zijnde ongeschikt voor een adverteerder. Dat moet ik natuurlijk niet hebben. Dit is namelijk mijn werk. Dus vandaar dat ik bepaalde woorden weglaat. En de ongecensureerde versie kun je beluisteren in mijn podcast Moordkast. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast om je daar aan te melden. Dan krijg je de eerste 30 dagen gratis. En dat kan alleen echt via mijn linkje. Het is het zeker waard om naast de video de podcast ook altijd nog te beluisteren voor een volledig beeld. Daarbij natuurlijk de gebruikelijke disclaimer voordat ik begin met dit verhaal. De zaken die ik bespreek zijn echte strafzaken met thema's zoals geweld en moord. En in dit geval komt er ook een heel groot gedeelte aan mentale gezondheid aan bod. Depressies, je moet eens even liplezen. Als dat een extra trigger is voor je, dan weet je wat je te wachten staat. En misschien moet je deze video dan overslaan. De video is zeker niet voor elke doelgroep geschikt. Ben je onder de 12 jaar, klik deze video weg. Dat gezegd hebbende, denk ik dat we maar heel snel moeten gaan beginnen met dit verhaal over Brandon Hall, de Brony Killer. Brandon Scott Hall wordt geboren op 20 augustus 2001 in Amerika. Hij groeit op in de buurt van Indianapolis. Oh, waarom is dat woord zo moeilijk voor mij? In de Amerikaanse staat Indiana. Hoe zijn vader heet, dat kan ik niet vinden. Maar zijn moeder heet in ieder geval Sheila. Sheila Hall. De vader van Brandon is al vrij vroeg in zijn leven komen te overlijden. Dus zijn naam wordt of afgeschermd, geen idee. En verder groeit Brandon op met een oudere zus. In 2004, als Brandon nog maar 3 jaar oud is, gebeurt er dus iets vreselijks in zijn leven, want zijn vader komt te overlijden. En niet zomaar, want zijn vader maakt een einde aan zijn eigen leven. Hij had al voor een langere tijd mentale problemen en gebruikte ook regelmatig verdovende middelen. Ja, dat is natuurlijk een helemaal geen goede combinatie. En vlak voordat dit gebeurde had moeder Sheila ontzettende ruzie met die man. Dit gaat voornamelijk om zijn middelengebruik. Moeder Sheila is zo kwaad dat ze zegt, ik neem de kinderen mee en ik ga bij je weg. Nou, die vader die heeft toen gezegd van, nou, dan maak ik mezelf van kant. En die moeder zei uit boosheid, doe het maar. Je bent toch nutteloos. Ja, uit boosheid, mensen schreeuwen dingen. Het is niet goed te keuren, maar ja, het zegt natuurlijk niet dat iemand daar schuldig aan is. Maar het erge is dat de vader van Brandon het gewoon meende. Deze ruzie was gewoon de laatste druppel voor hem. De emmer liep over en hij maakte een einde aan zijn leven en heeft zichzelf verhangen. He, dat is de manier waarop hij het gedaan heeft. De buren van Sheila Hall heeft die man gevonden. Ontzettend traumatische ervaringen voor de zus van Brandon en Brandon zelf. Ook al zijn ze jong, dit heeft gewoon invloed op hun jeugd en op de manier waarop ze opgroeien. Als Brandon zo ongeveer 9 à 10 jaar oud is, begint zijn moeder bij hem ook tekenen van mentale problemen te zien. Hij gedraagt zich regelmatig opgejaagd, onrustig, geprikkeld. En het zit haar niet lekker, want ja, ze wil natuurlijk niet dat Brandon de kant op gaat van zijn eigen vader. Misschien is het wel iets genetisch, ja, je weet het niet. En ze wil die inschattingsfout ook niet meer maken. Ze weet nu hoe erg het uit de hand kan lopen en hoe erg het met iemand fout kan gaan. Dat wil zij niet voor haar zoon. Dus ze is vastbesloten om hulp voor hem te zoeken. En dat is niet het enige, want de zus van Brandon die dealt ook met het een en ander. Die heeft namelijk Gilles de la Tourette. En dat is een syndroom waarbij er motorische en vocale tics optreden. Tics zijn snelle, ongecontroleerde bewegingen of uitingen. Veel mensen denken bij Gilles de la Tourette dat het alleen maar scheldende mensen zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand continu op het hoofd tikt bijvoorbeeld. Bepaalde geluidjes maakt of aan het fluiten is of aan het smakken is. Het is iets heel breeds. En dat heeft Sheila's dochter dus ook nog. Die zus die slikt daar in ieder geval medicijnen voor. Maar nu het met Brandon niet goed gaat, wil ze dat hij ook gewoon geholpen wordt. Daar heeft ze gewoon heel netjes in gehandeld. Ze besluit met hem naar een ziekenhuis te gaan. Daar wordt Brandon onderzocht. En daar wordt vastgesteld dat hij OCS heeft. Dat is een obsessieve compulsieve stoornis, wat ook wel een dwangstoornis wordt genoemd. Het zijn dus dwangmatige gedachten die continu terug kunnen komen. En dat zijn geen dingen die hij dus los kan laten. Iets wat hem echt beperkt in het dagelijks leven. Iemand gaat bijvoorbeeld extra vaak de kraan controleren of het gas controleren of het uitstaat. Krijgt het ook niet uit het hoofd, hè? Als het eenmaal erin wordt geprent, het moet direct worden gecheckt. Daarbij zou het ook kunnen zijn dat iemand een hele vaste routine heeft. En als iemand hem daaruit haalt,
Dan moet alles opnieuw. Je ziet ook vaak dat mensen het hebben met handen wassen. Dat dat 4 keer achter elkaar gebeurt. Het zijn allemaal dwanggedachten waar iemand met een dwangstoornis wel aan moet toegeven. Nadat de artsen dit bij Brandon hebben vastgesteld, krijgt hij medicatie voorgeschreven. Dit heet Lexapro. Het is een antidepressiva. Tegen depressies uiteraard, maar het helpt ook tegen dit soort dwangstoornissen. En je zou dan verwachten dat met een diagnose, hulp en met medicatie dat het beter gaat. Maar met Brandon is dat niet het geval. Het jaar daarna, in 2012, gaat het juist bergafwaarts met hem. Brandon gedraagt zich steeds agressiever, vooral naar zijn moeder toe. En ze weet soms echt niet meer wat ze met hem aan moet. Hoe ze op die agressieve buien moet reageren. Die agressie heeft hij van kleins af aan altijd wel gehad, maar nu loopt het echt de spuigaat uit. Zijn moeder is op een gegeven moment niet de enige die het moet ontzien. Eigenlijk iedere volwassen persoon in het leven van Brandon. Die is de sjaak, hè? Hij stoort zich snel aan dingen, verliest ontzettend snel zijn geduld. En hij heeft gewoon een heel kort lontje. Hij sloopt ook andermans bezittingen bijvoorbeeld. Het is in ieder geval een opgefokt mannetje. En hij weigert op een gegeven moment zelfs naar school te gaan. Moeder zoekt opnieuw hulp voor hem. Want speelt er niet nog iets anders, iets extra's? Wat kan ze nou nog meer doen? En dan wordt er nog iets anders gediagnosticeerd. En dat is een disruptieve gedragsstoornis. En kinderen met deze stoornis vertonen vaak antisociaal en agressief gedrag jegens een ander. Nou, als het kerst op de taart heeft Brandon ook nog een angststoornis. Dus hij heeft niet heel veel geluk gehad wat dat betreft. Het is ontzettend triest dat hij op jonge leeftijd al zoveel labels natuurlijk opgeplakt krijgt. Ik snap het wel. Er zijn problemen. Er moeten oplossingen voorkomen. Dat betekent dat je onder de loep wordt genomen. En dan weet de moeder van Brandon bijvoorbeeld weer beter hoe ze met haar zoon moet omgaan. Daarnaast heeft hij ook symptomen van PTSS, het posttraumatisch stresssyndroom. Dit treedt op na bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis of andere heftige gebeurtenissen in het leven. Brandon heeft natuurlijk geen vader, heeft zijn vader ook op vreselijke wijze moeten verliezen. En er zijn ook nog andere sterfgevallen binnen de familie, wat gewoon heel hard is aangekomen. Door de mentale issues van Brandon wordt geconstateerd door de specialisten eigenlijk, dat hij nog wel eens een gevaar voor zichzelf en voor anderen kan zijn. Er wordt in ieder geval gestart met therapie en Brandon krijgt opnieuw medicatie voorgeschreven. Maar ook dit lijkt allemaal niet te helpen. Brandon is onhandelbaar. Op 16 mei 2013, als Brandon 11 jaar oud is, gaat het echt mis. Moeder Sheila heeft dan een nieuwe vriend. Hè? Gewoon iemand die daar ook vaak is. Die vriend heet Keith. En Keith die wilde een lolletje uithalen. Die start een watergevecht met Brandon. Hij pakt uiteindelijk de tuinslang om Brandon nat te spuiten. Maar Brandon schrikt hiervan. In een soort agressieve woedebui. Maar zo erg dat hij zichzelf totaal niet meer onder controle heeft. Hij spuit heel de binnenkant van het huis nat. Waarschijnlijk heeft die jongen daarmee ook best wel wat dingen in het huis gesloopt. En voor de rest is hij niet te stoppen. Hij is gewoon echt woedend, ziedend. Keith gaat er op een gegeven moment vandoor, maar dan krijgt de moeder van Brandon de volle laag. Hij sluit zichzelf op in de badkamer, besluit die badkamer totaal te ruïneren. Alles wat daar staat, dat slaat hij kort en klein. En zijn moeder, die hoort natuurlijk die commotie, probeert die badkamer open te maken en bij Brandon te komen. Bij Brandon gaat er weer een knop om en richt zich tot zijn moeder. Zij moet het nu ontzien. Brandon die trekt die deur open en begint zijn moeder te stompen, te slaan, te schoppen. En slaat haar zelfs in het gezicht. Hij trapt tegen haar benen aan, pakt haar linkerarm en bijt daar vervolgens in. Het is echt net een wild dier. Hij laat moeder Sheila op een gegeven moment wel los, maar dan rent hij naar de keuken. Moeder Sheila die rent achter hem aan. Maar als zij ziet dat Brandon de keukenlades opentrekt en daar 2 messen uithaalt, dan zit de schrik er natuurlijk goed in. Daar valt hij haar weer aan. Begint haar eerst weer te slaan, te stompen, te schoppen, van alles en nog wat. Maar gaat haar dus daarna te lijf met die 2 messen. Het lukt haar best wel goed om die steken te kunnen ontwijken. Maar op een gegeven moment wordt ze toch in haar arm geraakt en de politie komt ter plaatse. Want dit loopt natuurlijk helemaal uit de klauwen. Ze heeft geen keuze. Hier moet de politie nu bij worden gehaald. De politie neemt Brandon mee naar de jeugdgevangenis. Daar heeft hij een paar uurtjes moeten blijven. En dan wordt hij voorwaardelijk vrijgelaten. Dat betekent dat als hij de maanden daarop iets soortgelijks flikt, dat hij toch in hechtenis zal worden genomen. Dan wordt hij pas vastgezet. Dus hij wordt vrijgelaten en mag weer terug naar huis. Een paar maanden later, in de herfst van 2013, gaat Brandon naar middle school. Dat is de school waar je heen gaat als je 11 tot 14 jaar oud bent. Vergelijkbaar met groep 7 tot de tweede klas.
Maar Brandon naar die school krijgen, dat is elke dag een enorme strijd. Hij heeft zoveel stress en zoveel last van zijn angsten, dat het hem gewoon niet lukt. Hij wil ook gewoon echt niet meer naar school. Zijn moeder doet er alles aan, hè, om Brandon naar school te krijgen. En dat lukt haar ook wel een aantal keer. Het is wel gewoon ontzettend triest, hè, als je zoon zo ontzettend bang is. Let wel, hij is nog maar 12 jaar oud. Elke ochtend duurt het ongeveer 2 uur lang om hem naar school te kunnen krijgen, om hem uiteindelijk toch aan te sporen om te moeten gaan. En als hij dan eenmaal op school komt, dan huilt hij daar eigenlijk alleen maar. Zijn moeder vindt het vreselijk om haar zoon zo te zien. Ja, daar komt natuurlijk heel veel verdriet bij kijken. En zelfs op school zeggen ze daar van, joh, het is misschien beter om hem thuis te houden, want dit loopt helemaal uit de hand. Dit is gewoon niet te doen voor die jongen. Na ongeveer zo 12 à 13 keer naar school te zijn geweest, besluit moeder Sheila dat het ook genoeg is en Brandon wordt thuisgehouden. Die strijden elke dag, dat is niet vol te houden, ook niet voor Brandon zelf, want hij is zo angstig. En als hij thuis mag blijven, dan doet hij het gewoon een stuk beter, dan is hij niet angstig. Maar daardoor raakt hij ook weer een beetje geïsoleerd, wat dus weer niet zo goed is voor zijn depressie bijvoorbeeld. Hij komt eigenlijk nooit meer buiten op deze manier. Toch kan het niet anders. Brandon stopt met school en hij maakt het ook niet af. Hij haalt helemaal geen diploma. En in plaats daarvan zit hij dus nu continu thuis op zijn kamer. In deze periode spendeert hij zijn tijd vooral achter de computer. Als hij niet druk is op het internet, dan is hij wel druk met het spelen van videogames. En mede hierdoor raakt hij ontzettend geïnteresseerd in alles wat met het leger te maken heeft. Niet alleen de wapens vindt hij interessant, maar het hele plaatje. De camouflagekleding, wat die militairen eten bijvoorbeeld. De hele levensstijl die erbij hoort, daar gaat hij helemaal in op. Brandon gaat daarom regelmatig langs bij een winkel genaamd de Indie Gun Bunker. Het is een winkel die wapens verkoopt en survival spullen, alles wat daarmee te maken heeft. Hier haalt Brandon speciale kant-en-klaar maaltijden. Een beetje van die, ja, van die pakjes, een soort astronautenvoer, zo noemen ze het ook wel, hè? Dat mensen in nood gewoon een volledige maaltijd hebben met de mineralen, vitamine die nodig zijn om te overleven. Niet per se lekker, maar wel eenvoudig. En het hoort helemaal bij het lijfstijltje van een militair. Dus Brandon eet die dingen ook best wel vaak. Ik vind het wel aandoenlijk hoor, zoiets dan. Misschien vond hij het ook wel lekker. Ik ben ook wel benieuwd hoe zoiets proeft eigenlijk. Heeft iemand daar ervaring mee? Naast het kopen van deze bijzondere maaltijden hijst Brandon zich ook vaak in die camouflagekleding. Maar daar heeft hij het budget niet voor, dus dat laat hij liggen. Hij begint in ieder geval steeds meer over het leger te dromen en denkt er op een gegeven moment ook echt serieus aan om bij het leger te gaan. Als Brandon 18 jaar oud is, gaan hij en zijn moeder Sheila langs bij een soort recruiter. Een militair die potentiële andere militairen recruteert. Even kijken of het bijvoorbeeld een mogelijkheid voor hem is. Ja, ik denk dat Sheila ook wel van binnen weet dat dat natuurlijk helemaal geen doen is voor haar zoon. Maar goed, het biedt hem misschien toekomstperspectief. Misschien kan hij wel aan de slag als techneut, hè? Je weet het niet. Maar wat zo flauw is dat deze militair Brandon meedeelt dat omdat hij een beugel in zijn mond heeft zitten, het leger geen mogelijkheid voor hem is. Nou, ik snap dat je daar misschien geen beugel voor mag hebben. Ik snap niet wat dat dan, nou ja, wat daar belemmerend aan is. Maar dat is natuurlijk wel een tegenslag. Ergens heb ik het idee dat die man een bepaalde reden zag om het hem af te raden of zo. Het klinkt een beetje als een flauwe smoes, want als die beugel er helemaal uit is, is het misschien wel een mogelijkheid voor Brandon, maar hier werd er een soort gelijk, ja, een streep doorgetrokken. Even over Brandon's uiterlijk. Hij is inmiddels jong volwassen en hij ziet er vrij jong uit voor zijn leeftijd. Wat mij meteen opvalt is de hartvormige vorm van zijn gezicht. Hè. Hij heeft boven iets breder gezicht en onderaan wat smaller. Hij ziet best wel een beetje bleek. En hij heeft een pokdalig gezicht en ja, wat hangende oogleden. Hij kijkt vooral erg moe. En dat is natuurlijk niet zo gek als je zo angstig bent, zo depressief bent, al deze psychische aandoeningen hebt, ja, dan ben je waarschijnlijk ontzettend vermoeid. Verder heeft hij blond, donkerblond haar, wat gemillimeterd is. In de periode hierna is Brandon in ieder geval vastbesloten om iets anders bij zijn favoriete winkel te halen dan alleen maar die kant-en-klaar maaltijden. Hij wil heel graag een geweer kopen en vertelt dit aan zijn moeder. Als ze vraagt waarom hij een vuurwapen in zijn bezit wil, dan geeft hij een huiveringwekkend antwoord. Hij zegt namelijk dat hij van plan is zichzelf van het leven te beroven, alsof het niks is.
Nou, die moeder schrikt zich natuurlijk een ongeluk. Die moeder heeft natuurlijk ook een flink trauma gekregen inmiddels, aangezien de vader van Brandon dit al heeft gedaan. Zij wil natuurlijk niet dat de geschiedenis zich herhaalt. Ze is al jaren bezig de mentale problemen, ja, om daaraan te werken met Brandon. Dit is gewoon een enorme schok voor haar. Ze wil er ook alles aan doen dat Brandon natuurlijk niet zo ver komt. Brandon vraagt ook of zij hem naar de winkel wil brengen. Natuurlijk wil ze dat niet, maar Brandon zegt dan, nou, dan ga ik wel alleen. En dan snap ik wel, als Sheila zijnde, dat ze zoiets heeft van, nou, als je dan een wapen koopt, dan ga ik wel mee, want ze wil niet dat hij dat in zijn eentje doet. Hij gaat er gewoon op uit, hè, anders. Dus ze besluit toch met hem mee te gaan naar die winkel. Ook al doet ze dat met alle tegenzin. Ja, ik snap dit wel. Het is een jongen van 18, 19 jaar oud, die sterker is dan zij op dit punt en heel agressief. Dus ja, wat doe je dan? Ze maakt zich in ieder geval heel veel zorgen, hè, onderweg naar die winkel. Maar ze heeft ook zoiets van, nou, Brandon heeft waarschijnlijk niet genoeg geld om het te kunnen kopen. Daar hoopt ze op. Of wellicht zitten er hele lange wachttijden aan vast aan het kopen van zo'n wapen. En dan kan zij nog iets in gang zetten om te voorkomen dat het wapen misschien bij hun terechtkomt. Zo zit ze in haar hoofd. Eigenlijk continu met de vingers gekruist. Van, hopelijk gaat het hem gewoon niet lukken. Maar goed, ze komen daar aan. Het is dan maandag 2 maart van het jaar 2020. Ruim 4 jaar geleden dus. En waar Sheila op hoopte dat hij geen geweer zou kunnen krijgen, dat gebeurt niet. Brandon krijgt gewoon heel makkelijk een jachtgeweer in zijn handen gedrukt. Deze mag hij afrekenen. Het is een 410 kaliber jachtgeweer. En als hij al dat papierwerk aan het invullen is, wil moeder Sheila gewoon het liefst schreeuwen wat hij met dat geweer van plan is. Maar ja, het is haar zoon. Ze wil geen commotie veroorzaken. Dus ze houdt haar mond. Ze is enigszins gerustgesteld als ze te horen krijgt dat de munitie niet aanwezig is. Dus Brandon heeft een wapen, maar geen kogels. Dus dat wat hij ook van plan is, dat kan hij niet uitvoeren. Nog niet althans. Het is eigenlijk best wel bizar dat het zo makkelijk gaat in Amerika. Want Brandon is inmiddels bekend bij zoveel instanties met al zijn mentale issues. En dan staat er nergens een rood kruisje achter zijn naam voor het kopen van een wapen. Eigenlijk iedereen met agressieproblemen, dit soort gedachten, mentale issues. Dus er zou toch een aantekening van moeten komen in een systeem. Maar zo makkelijk is het dus gewoon. En moeder Sheila zit met haar handen in het haar. Eenmaal thuis, ja, wil moeder ook gewoon een hartig woordje met haar zoon spreken. Hij heeft heel kort daarvoor mentale hulp, extra mentale begeleiding afgewezen. Maar nu hij dit soort rare uitspraken doet en zulke gekke acties uitvoert, vindt ze toch dat hij moet gaan, hè? Zijn moeder maakt hem dan ook duidelijk dat ze actie gaat ondernemen. En wel hier en nu. Dat moet gewoon gebeuren. Nou, Brandon die reageert vervolgens agressief, begint weer zijn moeder te slaan. En hij zegt dat hij het leven niet kan invullen zoals hij wil en dat hij dan graag zou willen bepalen waar en hoe het eindigt. Hij vindt dat hij dat recht heeft. Het is gewoon heel verdrietig, hè, waar hij mee zit. Dat iemand zo beschadigd is en zoveel problemen heeft dat het niet meer te overzien is. Mocht moeder Sheila de politie bellen, dan dreigt Brandon z*** bij kap te plegen. Nou, je moet even liplezen, maar dat is dus moord plegen door de politie te bedreigen met een wapen bijvoorbeeld, zodat ze jou doodschieten. Nou, dat is dus hij dus van plan. Is niet van plan de politie iets aan te doen. Hij wil een ongeladen wapen op ze richten in de hoop dat ze hem dan doodschieten. En Brandon hoopt daarmee natuurlijk dat zijn moeder niet de politie belt. Ze kan geen kant uit en besluit met de oudere zus van Brandon een plannetje te maken. De volgende dag rijden de zus en moeder Sheila daarom ook naar het politiebureau. Het is toch echt wel nu tijd voor hulp. Ze leggen daar de hele situatie uit dat Brandon suïcidaal is, mentaal niet lekker gaat en nu dus een wapen in huis heeft. Dat hij zijn moeder mishandelt en bang is dat hij in gevaar is voor zichzelf en voor een ander. De politie gaat gelukkig over tot actie. Ze gaan langs bij het huis waar Brandon en Sheila en de zus woont. En ze doen meteen handboeien om bij Brandon, voor hun eigen veiligheid natuurlijk. Maar die jongen wordt daar natuurlijk ontzettend angstig en bang van. En hij roept meteen, blijf van mijn computer af, kijk er alsjeblieft niet op. De politie denkt, dan ga ik juist wel kijken. En daar stonden dus sites open die gaan over, ja, racistische white die websites, om het zo maar te zeggen. Moeder Sheila vraagt ook aan de politie van, joh, neem alsjeblieft die hele computerkast mee, maar dat doen ze niet. Daar hebben ze waarschijnlijk niet het recht toe nog om dat te doen. Ze nemen wel net zijn gekochte jachtgeweer in beslag, onder de Red Flag Law. Die wet die is geldig in Indiana. En onder bevelschrift mag de politie dan een wapen innemen als ze het vermoeden hebben dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor een ander. Nou ja, Brandon is daar natuurlijk de ideale kandidaat voor. En verder besluiten die agenten een goed gesprek
gesprek met hem te voeren. Brennan zegt dat het allemaal wel meevalt, maar vertelt het dan wel over zijn depressie. En geeft aan dat hij wel begeleiding zou willen hebben. Dus dat zet de politie voor hem in gang. Ze brengen hem naar een ziekenhuis waar hij in ieder geval met spoed onderzocht kan worden. Maar dat gaat dus via een spoedarts, via de spoedeisende hulp. Dat zijn geen psychologen en psychiaters. En in dit geval blijkt dat ook wel. Deze dokter, die kijkt helemaal niet naar het verleden van Brandon. Brandon die liegt over zijn hele situatie. Die weet zich er prima onderuit te lullen. En hij mag 2 uur later gewoon weer naar huis. Met de stempel. Geen medicatie, geen diagnose. En deze dokter... Die spoeddokter, die weet heel goed van de situatie af. Diegene heeft gewoon met de politie gesproken. Dus het feit dat die dokter Brennan op die manier weer naar buiten stuurt... is natuurlijk ontzettend kwalijk. Een psycholoog of een psychiater die echt over mentale problemen gaan... die had hem natuurlijk moeten screenen. En niet een dokter van de spoedeisende hulp die amper 5 minuten heeft. Ja, dat is natuurlijk echt heel triest. Niet alleen in het ziekenhuis gaat het fout, maar... nu ook bij de politie, want eigenlijk door die stempel dat er niks mis is met Brandon... krijgt hij dus geen markering achter zijn naam vanwege die red flag law, hè? De meeste mensen krijgen dan nog een verder onderzoek, krijgen dan een kruisje achter hun naam... waardoor ze geen wapen meer kunnen kopen. Nou, ze besluiten er dus ook geen zaak van te maken, mede door die doktersafspraak... Zo erg. Je hebt een hele geschiedenis voor je. Een medisch dossier. En dan heb je die ontzettend knullige dokter waar die politie dan maar vanuit gaat. Brandon die mag nu gewoon wapens kopen. Sterker nog, de politie belt naar het huisnummer. En Sheila neemt dan godzijdank de telefoon op. Ik krijg dan de vraag van, joh, zou Brandon zijn wapen misschien nog terug willen? Want hij mag hem komen ophalen als hij wil. Serieus? Hoe kan dit? Hoe kan dit in godsnaam? Gelukkig weet moeder Sheila Brandon over te halen. Hè, want de politie moet toestemming krijgen van Brandon. Om dat wapen te mogen... Dat mogen ze niet zomaar dan houden. Dat is dan toch het eigendom van Brandon in dit geval. Maar Sheila weet haar zoon over te halen dat hij dat wapen niet terug wil. Dus de politie houdt dat jachtgeweer daar op het bureau. Maar Brandon is niet gek. Hij beseft zich nu ook dat hij geen markering achter zijn naam heeft en met gemak nog een keer aan een wapen kan komen. Mede hierdoor weet Brandon later toch weer 2 wapens te bemachtigen. Dat gebeurt in juli 2020, want dan koopt hij een HM Defense Rifle. Dat is een semi-automatisch wapen waar je behoorlijk snel achter elkaar kogels mee kunt afvuren. En een paar maanden later, in september van dat jaar, koopt hij een Ruger. Een AR-556 geweer. Heel ingewikkeld allemaal. Zijn moeder weet trouwens niks van deze wapens af, in dit geval. Naast wapens is Brandon nog heel erg geïnteresseerd in iets anders. Die wellicht bij een aantal van jullie wel bekend is. Brandon is namelijk een brony. Hij is een groot fan van My Little Pony. Bronies zijn namelijk volwassen mannelijke fans van de serie, van de animatieserie. Het woord brony komt ook bij het woord bro en pony vandaan. Dan krijg je brony. Als je Brandon's slaapkamer ziet, dan kun je er niet omheen. Overal staan producten van My Little Pony. Zijn favoriete heldin in de serie is Flutter. Nee, Applejack. Applejack, hoe kom ik nou maar aan Fluttershy? Ken ik deze serie? Het zit ergens in mijn brein verborgen. Misschien van een vorige aflevering. We hebben namelijk eerder het over een brony gehad. Maar Applejack is de favoriete My Little Pony van de hele serie. En daar heeft hij zelfs een beetje een crush op. Dan denk je, nou, wat een onschuldige, schattige hobby. Wat aandoenlijk, hè, van die mannen die dit kijken en hun kamer versieren met al deze schattige ponyspullen. Maar er zit toch een schaduwzijde aan dit verhaal. Veel bronies zijn gewoon helemaal weg van de serie. Maar zijn er ook een hele groep mannen die het fandom gebruiken om racistische en extreem rechtse ideeën te uiten met elkaar. Op 4chan bijvoorbeeld. Uiteraard wil ik niet alle bronies over één kam scheren. Hè. Dat is niet de bedoeling. Er ontstaat een bepaald soort community onder de bronies die My Little Pony een soort van gebruiken als middel om, hele gekke fanart te maken, dat te delen met elkaar. Ook bepaalde pornografische ideeën hebben over de karakters. Of Brandon dan ook echt zo'n brony was, die hiermee bezig was, je zou denken ja. Want Brandon had natuurlijk eerder, toen de politie arriveerde voor hem, dit soort sites openstaan. Dus dan zou je denken dat Brandon zich begeeft aan die kant van de bronies. Dat weten we niet zeker. Want het schijnt dat hij daar verder niet zo heel actief mee bezig was. Maar het zou wel een link met elkaar kunnen hebben. Het is net iets te toevallig. In augustus van het jaar 2020 krijgt Brandon een baantje. Het is natuurlijk heel wat voor hem met al zijn angsten. Maar hij heeft het hier best wel naar zijn zin. Moeder Sheila hangt wel continu met haar zoon aan de lijn.
omdat hij vaak angstig is en gekalmeerd moet worden. Maar toch weet hij er een tijdje te werken tot hij niet meer komt opdagen. Dan wordt het hem toch weer te veel. In oktober 2020 wordt hij vervolgens weer ontslagen. We gaan dan een stukje vooruit in de tijd, zo ongeveer een half jaar later. Het is dan donderdag 15 april van het jaar 2021. Het is dus 3 jaar geleden dat dit zich heeft afgespeeld. Het begint dan langzaamaan avond te worden. En moeder Sheila komt dan thuis vanuit werk. Ze werkt bij de Five Guys, hè? Nou, dat is een soort Mackie voor degene die het niet kennen. Dus heerlijke hamburgers, patat, fastfoodketen eigenlijk. Ze heeft dan een burgertje, wat frietjes en een chocolademilkshake voor haar zoon meegenomen. Nou, heerlijk. Brennan is dan trouwens inmiddels 19 jaar oud. En hij lijkt die avond in een goede bui te zijn. Eigenlijk heeft hij dat nooit. Het is sinds tijden dat hij zich weer een beetje fijn opstelt. En dat hij vrolijk lijkt te zijn. Het komt echt nooit voor, hè. En ik heb geleerd door wat video's te bekijken van psychiaters, psychologen, dat dat een teken is wat meestal niet helemaal goed lijkt te zijn bij iemand die kampt met een depressie en angsten. En dat zou kunnen betekenen dat iemand iets vreselijks van plan is. Heel vaak is dat het teken dat iemand er wellicht voor heeft gekozen om er een einde aan te maken, om het maar zo te zeggen. En dat vanuit die opluchting van het is straks voorbij, dat ze zich even heel euforisch voelen. En dat lijkt bij Brennan een beetje het geval. Als hij zijn eten op heeft, neemt Brennan een bad. En hij zit daar ongeveer een half uurtje in, voordat hij eruit komt. En dan gaat zijn moeder net naar bed. Nou, ze wensen elkaar wel trusten. Brennan geeft aan van, joh, ik ga nog even een filmpje huren. Dat mag van moeder Sheila. En moeder Sheila gaat naar bed. En Brennan gaat ook naar zijn kamer. Brennan besluit daarna een Facebook-post te schrijven. En dat gebeurt rond 22:50 in de avond. Dit is het bericht wat hij schrijft en ik citeer. Ik hoop dat ik bij Applejack kan zijn in het hiernamaals. Mijn leven heeft geen betekenis meer zonder haar. Met daarbij een plaatje van Applejack. Ik weet niet zeker of dit zo is. Ik heb even gegoogeld. Applejack kwam te overlijden in de serie aan ouderdom. Het was een oude pony blijkbaar. Dit zou waarschijnlijk heel hard zijn binnengekomen. Want ja, dit was het personage waar Brennan gek van was. En dat gaat echt wel verder dan een serie leuk vinden. Hè? Voor Brennan al helemaal. Dit was zo'n beetje zijn wereld. Ik kon alleen niet vinden in welke episode Applejack overleed. En of dit dan de aanleiding zou zijn geweest voor Brennan's post. In ieder geval, het is niet het enige wat Brennan doet. Hij is namelijk niet van plan een film te huren. Hij laat zijn 2 semi-automatische wapens, die hij dus de maanden hiervoor heeft aangeschaft, en laat deze in zijn auto. Zonder dat zijn moeder het doorheeft, rijdt hij naar zijn oude werkgever, naar het FedEx-gebouw in Indianapolis. Hij rijdt daar de parkeerplaats op. En je zult denken, het is laat in de avond, dus er werkt helemaal geen kip meer, maar integendeel. Het is behoorlijk druk in het gebouw en er werken zo ongeveer 100 mensen nog op dat tijdstip. Brennan komt daar dus aangereden. Het is dan iets voor 11 als hij zijn auto uitstapt. 11 uur is precies het moment dat mensen wisselen van shifts, hè? Dus dat de ene naar huis gaat, de ander binnenkomt lopen. En het moment dat de pauzes worden gehouden. Brennan loopt op dat moment naar de beveiliging van het gebouw toe. Je kunt bij FedEx alleen naar binnen met een speciale badge. En als je deze badge laat scannen, gaat er een poortje omhoog en kun je naar binnen. Daarnaast is de ingang ook nog voorzien van metaaldetectoren en staat er altijd beveiliging bij het pand. Brennan maakt snel een praatje met die beveiliging en loopt dan terug naar zijn auto. Maar hij stapt niet in en is ook niet van plan om weg te rijden. Hij pakt zijn wapens. Hij begint vervolgens te schieten op FedEx-medewerkers die daar op die parkeerplaats aan het lopen zijn. Hij schiet in het rond, hij schreeuwt verschrikkelijk en het is gewoon willekeurig. Hij is aan het richten en schiet helemaal compleet door het dolle heen. Er ontstaat natuurlijk direct 1 grote chaos. Verschillende FedEx-medewerkers die bellen het noodnummer terwijl ze zich allemaal verstoppen. Ja, die schoten, dat gaat door merg en been. Iedereen binnenin het gebouw, die horen dat ook. Dus ja, er ontstaat ontzettend veel paniek. Mensen zien in ieder geval een figuur met donkere kleding en een capuchon over het hoofd getrokken het gebouw betreden met een vuurwapen in zijn hand. Ze zien dat hij aan het schreeuwen is en wild in het rond schiet. En vervolgens loopt hij naar de ingang en hij gaat dus ook echt daadwerkelijk naar binnen, waar hij ook weer om zich heen schiet. Op mensen ook. Iedereen die zijn pad kruist, dat is een doelwit voor Brennan. Verschillende mensen herkennen Brennan ook als oud-medewerker. Het is ongelooflijk dat iemand hen dat nu aandoet. En natuurlijk ontzettend beangstigend, want al die mensen zitten binnen in dat gebouw. Sommige mensen hebben zelfs geen toegang tot hun mobiele telefoons. Want bepaalde
gebieden in dat gebouw, daar zijn mobieltjes dus niet toegestaan. Wat moet dat vreselijk zijn dat je ook geen hulp kan halen? Het is in ieder geval een hele benauwde en beangstigende ervaring voor iedereen daar. Het enige wat ze kunnen doen is verstoppen en hopen dat Brennan hen niet ziet. En voor de rest hebben ze geen schijn van kans. Totaal duurde de schietpartij niet langer dan 4 minuutjes. Het ging dus echt ontzettend snel. En als de politie ter plaatse komt, is het schieten al gestopt. Binnenin het gebouw en iedereen daaromheen, die verstopt zich. En dat is dus het erge, ook binnen het gebouw. Hè. Ze horen wel dat iemand het gebouw betreedt, maar hebben geen idee of het een agent of de schutter is. Van, kan ik nou daar buiten komen of niet? Je weet nog helemaal niks, hè? Dus wat moet dat eng geweest zijn? Dan zit je bijvoorbeeld ergens opgesloten in een kast of je bent ergens verstopt. Je durft eigenlijk niet naar buiten te lopen. Je bevriest natuurlijk gewoon. De politie treft in ieder geval 4 slachtoffers die overleden zijn aan op het parkeerterrein. En ook nog eens 4 overledenen binnen in het gebouw. In totaal zijn er dus 8 dodelijke slachtoffers die door Brennan zijn getroffen. En er zijn nog heel wat mensen zwaar gewond geraakt en gewond geraakt door de kogels. Als de politieagenten verder het gebouw inlopen, vinden ze uiteindelijk Brennan. Hij heeft zichzelf, na deze wilde schietpartij, van het leven beroofd. Familieleden verzamelden zich in een hotel vlakbij het FedEx-gebouw, waar ze op de hoogte worden gehouden, hè, door de politieagenten. De meeste families krijgen goed nieuws, maar ook 8 families krijgen te horen dat hun geliefde er niet meer is. De slachtoffers zijn allemaal FedEx-medewerkers. Sommigen waren klaar met hun shift en anderen waren net begonnen met werken. En ik zal even benoemen wie deze slachtoffers waren. Het gaat om de 19-jarige Samaria Blackwell. Het is een jonge vrouw die ervan droomde om politieagent te worden. De 19-jarige Carly Smith. Haar familie hoorde 11:01, dus slechts een paar minuten voor haar dood, voor het laatst iets van haar. De 32-jarige Matthew Alexander. De 48-jarige Amarjit Sekon, moeder van 2 kinderen van nog maar 16 en 22 jaar oud. De 50-jarige Jasvinder Kaur, moeder en oma. Op de dag van haar begrafenis was ook haar kleinkind jarig. De 66-jarige Amarjit Johal, ook moeder en oma. En zij draaide die dag een dubbele dienst, zodat ze vrijdag, dus de dag erop, vrij kon zijn. De 68-jarige Jasvinder Singh. En tot slot de 74-jarige John Weissert. Hij was net klaar om 11:00 met zijn shift en was van plan om naar huis te vertrekken. Iedereen wil natuurlijk weten waarom Brennan dit gedaan heeft. Wat was zijn motief? Tot op de dag van vandaag is dat niet helemaal duidelijk. Het is slechts speculeren wat er nou eigenlijk in zijn hoofd omging. We weten dat hij zichzelf wel iets wilde aandoen, maar dat hij dit in zijn schild zou voeren, dat had niemand echt verwacht. De FBI doet er een groot onderzoek naar. Weet in ieder geval te achterhalen dat er niks bijzonders naar voren lijkt te komen of te vinden is. Waaruit blijkt dat Brennan dit zou hebben gedaan. Hij wilde geen wraak op zijn voormalige werkgever. Hij was daar niet boos op. Hij had het altijd naar zijn zin. Ja, het lijkt erop dat hij dat gewoon als doelwit heeft gekozen omdat hij de plek kende. Daarnaast kende hij geen een van zijn slachtoffers. Het leek dus geen gerichte actie te zijn naar iemand die daar werkte of wat dan ook. Daarbij moet ik wel vermelden, misschien was het jullie al opgevallen toen ik de foto's liet zien, maar 4 van de slachtoffers zijn onderdeel van de Sikh community. Het is een godsdienst genaamd het Sikhisme, wat vooral in India naar voren komt. Maar dat lijkt dus puur toeval te zijn. Het is, ja, er wordt geen duidelijke aanleiding gevonden, hè, dat Brennan daarop gemunt zou hebben. Hij heeft helemaal alleen gehandeld, niemand was ook op de hoogte van deze plannen. En als zijn computer wordt uitgepluist, komen ze erachter dat hij wel wat naar nazi-propaganda van de Tweede Wereldoorlog heeft gekeken. Maar dat is zo'n klein percentage van zijn zoekopdrachten. Het valt te verwaarlozen. Het is misschien 1 keertje gebeurd. Weet je, van al die dagen dat hij op het internet zat, is het zo'n klein onderdeel. Dus het was niet dat dat hem obsedeerde of zo. En dat zegt ook niks, hè? Dat je daar nieuwsgierig naar bent, zegt niet dat jij daar je bij aansluit. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het lijkt er eerder op dat Brennan zichzelf wilde bewijzen. Wat wordt gedacht is dat hij in het laatste deel van zijn leven, de laatste minuten, een bepaald soort mannelijkheid wilde laten zien. Dat hij wilde laten zien van, joh, ik ben groot en sterk in plaats van klein en angstig. Ik denk het puntje bij het paaltje is gewoon heel simpel. Zijn mentale problemen hebben hier alles mee te maken. Zo ontzettend vervelend, zo ontzettend wrang, dat dit voorkomen had kunnen worden. Dit was bekend bij de politie. Moeder Sheila heeft er alles aan gedaan om haar zoon te laten oppakken,
Neem die computer mee, haal die wapens weg. De politie wilde zelfs het wapen weer opnieuw in zijn handen drukken. Hè? Ongelooflijk. Een verhaal die dus echt wederom weer alleen maar verliezers kent. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie vinden van dit verhaal. Laat het mij natuurlijk hieronder in de reacties weten. En vergeet ook niet de versie van dit verhaal te beluisteren op Podimo. Ga ervoor naar podimo.nl/moordkast om je daar aan te melden als nieuw lid. Dan krijg je namelijk alleen via mijn link de eerste 30 dagen gratis. Dus meld je aan en houd er natuurlijk rekening mee dat ik er volgende week en over 2 weken even niet ben. Ik ben afwezig. Er komt dus voorlopig over 3 weken pas weer een nieuwe aflevering, dus ik ben er even niet. Dit in verband met mijn vakantie. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ja, dat ik echt even alles wil neerleggen. En op vakantie moet, hè? Even het hoofd leeg, even rust in de tent. Voortaan zal ik dat met elke vakantie nou eenmaal zo doen. Natuurlijk wil ik Surfshark bedanken voor het mogelijk maken van deze video. Want deze video bevat een betaalde samenwerking met Surfshark. En Surfshark VPN is een dienst die dus een VPN aanbiedt. En met een VPN kun jij je eigen IP-adres maskeren met een ander. Zo kun je veilig het internet op, wordt je privacy gewaarborgd. En je kunt erbij content bekijken van streamingdiensten bijvoorbeeld die in Nederland niet beschikbaar zijn. Allemaal super interessant. Je kunt het downloaden op zoveel apparaten als je zelf wil, als je eenmaal een abonnementje hebt. Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar het linkje onder in de beschrijving. Je ziet het ook hier in beeld. En pak de 3 maanden extra gratis Surfshark VPN met mijn kortingscode onder die in hoofdletters. Volgende week ben ik er dus niet en de week erop ook niet. Over 3 weken pas weer. Tot dan en bedankt voor het kijken.